Ja mensen, daar zijn we weer. En met Mikey. Yes. Nou, daar gaan we, Mike. Nou, trek doek er maar af, jongen. Oh ja. Ja, beste mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Wat gaan we doen? We gaan met een Pajero aan de slag. Er is maar gevraagd om daar een custom lierbumper voor te maken. Nou goed, ik heb al wat dingetjes doorgestuurd naar diegene van, goh, wat zou je dan willen? En, nou, we kwamen eerst uit op een stalen bumper, zeg maar. Met een beetje de originele vorm, zeg maar, van wat die origineel ook heeft. Maar goed, dan zijn we toch uiteindelijk uitgekomen op een tube bumper. Dus een buizenbumper. En zoals je ziet, je hebt de lijnen, zeg maar, die lopen helemaal door de spabbeldranden. Dus ja, probeer er toch een beetje weer een weg in te vinden, zeg maar, dat het weer mooi aansluit. IPO heeft een fotootje van hoe het er dan ongeveer uit zou komen te zien. Het kan best wezen dat ik nog iets aanpas of dingetjes, dat het anders is. Omdat, ja, god, de bumper moet er voor weg. En dan moet ik gewoon eens even kijken wat de beste bevestigingspunten zijn. En allemaal dat soort dingen. Nou, ik heb er zin in. Dus laten we mee aan de slag gaan. Nou, de voorbumper is eraf na een hoop gedoe en de gematen en de geknooi. En alle bouten zitten vastgeroerd en breken allemaal af. Nou, helemaal fijn voor elkaar. Dan hebben we gelijk zicht op hoe het een beetje in elkaar zit. En wat we moeten doen om een beetje een leuke bumper te krijgen. Dus even van voren afkijken. Dan zie je in ieder geval al dat punt. Dat moet daar weg. En aan die kant ook. Want dit moet hier gewoon afgeslepen worden. Er zit een aardige arrogantie er wel, dus ik ben ook wel tijd voor een bumpertje. Maar we schuiven gelijk tegen een ander probleem op. Want ze hebben hier de tank geplaatst voor de ruitensproeier. Dus daar moeten ze even iets op gaan bedenken. Want die kan hier natuurlijk niet aan blijven zitten. Vandaar dat ze ook vaak kiezen, zeg maar, voor een platenbumper als het ware. Platenbumper noem ik het altijd maar. Want die kun je hier namelijk mooi omheen zetten. En dan kan het allemaal blijven zitten. En ik heb zo'n vermoeden dat we deze ook weg gaan halen. Die onderbalk. Ik denk niet dat het is natuurlijk wel deel van het chassis. Maar goed, we gaan hem dadelijk op andere punten verstevigen. Maar goed, dat gaan we dadelijk meemaken. En dan eens kijken wat handig is. Nou, inmiddels is... Het meeste eraf, tank is eraf, bumper is eraf. Ik heb het grilletje er even op gezet voor het beeld, zeg maar. Die bumper, ik heb toch even bekeken, die moet eraf. Anders ziet het er natuurlijk niet uit. Dat is een mooie, dadelijk een mooie buizenbumper hebben en dat ding dat zit er nog voor, dat ziet er niet uit. Crashbaar. Dus die gaan we in ieder geval die gaan we mooi eraf halen. Maar laten we in ieder geval beginnen met die crashbaar eraf te slijpen. En dan vanuit daar even verder zien. Er zit een klein gaatje, nou daar zijn ze gewoon gelast. Dus in principe als je hem hier iets, met een lamellenschijf iets op zou slijpen, zeg maar. Of met een afbraamschijf of noem maar, dan kun je hem gewoon los tikken. En hier net zo. Nou, het volgende. De bump wordt hier bevestigd. Dus twee dikke bouten erdoor, of drie, moet ik even kijken. In principe als je twee gewoon goede dikke bouten en 12 of zo hebt, sterk zat. Die gaat hier door en die gaat daar door. Nou is de plaats al vrij dik,
Maar ik ga er nog wel even een plaat overheen zetten, over de stevigheid. Want die bout heeft natuurlijk straks wel de neiging om zeg maar daarheen te gaan als je gaat lieren. Dus ja, dan dat gaat geheid scheuren, dat kun je wachten. Dus hier gaan we een plaat op zetten. En aan de andere kant net zo. Dus, maar goed, dan moeten we even een mooi modelletje plaat maken zo. Helemaal naar de lijn van, ja, van deze koker. Oké, nog even snel, nog even snel, nog even snel. Pakketjes, pakketjes. Oh, wat zo is het. Dat ik op mijn vrouw werken. In, uit. Nee. Oh man, kabels erbij, kruppel erbij. Oh, er zit nog een doos onder. Geen idee wat daarin zit eigenlijk. Kijk dan. Tand is mooi. Nou. Die kan er dus ook mooi op straks. Nou, windstek 6100 kilo, 12 volt, free spool. Geen dingen, hè? Ik heb helemaal uit het hoofd. Nee, dat weet ik niet uit het hoofd. Het staat er gewoon op, jongen. Nou, mooi man. Dit chassis is ja, niet heel dik. Tenminste, de chassisbalken, zeg maar. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb hier strippen, of tenminste platen opgemaakt. Stevigingsplaten, dus ja, hier het balkje dus. Inmiddels ben ik al verder gegaan met het ja, creëren van ja, de bak waar de lier in komt, zeg maar. Bouten erdoor en 14 bouten. Nou goed, hier komt de lier dus in. Ik ga de voorkant dus nog een plaat maken zo. Die kant op. Stripje bovenlangs. Ja, een beetje hetzelfde als in de tekening. Ik zal de lier er eens even opzetten. Een beetje beeld van hoe het eruit ziet. En dan zie je hier de lier. Ik heb hem zo ver mogelijk naar achter geplaatst. Zo hoog mogelijk gezet. Nou, je ziet hier die knop, die zit bij de grill. Maar ja, dat is op zich wel makkelijk te bedienen. Nou, alles zit erop, dus tijd om de boel eraf te halen. Ik kan gelijk kijken of de lier er ook echt uit kan, want het is echt heel krap. Het zou mooi zijn natuurlijk, ik heb er wel een beetje over nagedacht. Dus nou, laten we beginnen met demonteren van de bumper. Nou, hij is inmiddels klaar en hij is onderweg hier naartoe, dus hij komt hem ophalen. Ik heb nog geen foto's gestuurd, tenminste zoals hij is geworden niet. Ik heb er kleden overheen gegooid, ik denk ik wil zijn reactie wel zien. Dus nou, wacht even tot hij er is en dan ben ik benieuwd naar zijn reactie. Oh ja. Nou, vind je het wat? Ja, is wel heel goed, ja. Oh. Ziet er bruut uit, hè? Ja, dat ziet er wel bruut uit, ja. Zo, jongen. Mooi, hè? Ja, supermooi. Ja. Nou, hartstikke mooi. Mikey gaat nog even kijken naar zijn auto. Ik zeg, nou, bedankt voor het kijken naar het filmpje.
En tot de volgende keer maar weer, tot het volgende project.